Goeiedag, Rob Heijnen hier met uitleg voor met betrekking tot kernpunt 2 van de management game Vivendrum. Waar gaat het hier over? De problematiek van de verwarde personen is waar jullie je bij kernpunt 2 mee gaan bezighouden. Het probleem voor een gezondheidszorginstelling zoals Vivendrum is dat er de laatste jaren steeds meer mensen binnenkomen via de crisisopname. Dat zijn mensen die op straat zijn opgepikt, die daar gedrag vertoonden, waardoor hoe heet dat, een E33-melding is gedaan bij de politie. En dat zijn dan zogenaamde verwarde personen. Men weet vaak niet waar die heen te brengen. De politie zegt vaak ook, men heeft er geen capaciteit voor. De mensen die, ja, het lijkt vaak op GGZ-achtige problematiek, maar er kan in feite van alles aan de hand zijn met die mensen. Het kunnen alcoholisten zijn die een of andere blackout hebben. Het kunnen zwervers zijn die dingen gestolen hebben ergens en dan door de politie achterna worden gezeten. Het zijn vaak ook mensen die de Nederlandse taal niet machtig zijn, dus waar het enorm lastig is om te weten te komen welk vlees je nou in de kuip hebt. En GGZ-instellingen zoals Vivendrum, die hebben er dus in toenemende mate last van dat zo'n mensen waar geen fatsoenlijke intake is gedaan, waar ze niets van weten, waar ook vaak geen informatie, zelfs als die al bekend is bij sommige instanties, wordt uitgewisseld met zo'n GGZ-instelling, dat zij die dan vaak ook in de avonduren moeten opnemen, of in ieder geval dat de politie hen komt aanbieden. Dan wordt bij zo'n instelling als Vivendrum heel vaak geïmproviseerd, dan als zo'n mensen komen. Maar wij als managementteam willen nu graag van jullie dat jullie eens grondig gaan uitzoeken. Waar komen nou die mensen vandaan? Hè? Wie zijn dat? Zijn dat onze doelgroepen? Moeten we die opvangen? En zo ja, welke veiligheidsmaatregelen zijn nodig voor ons eigen personeel ook? Dus ja, hier zien jullie al, als het gaat over waar komen ze vandaan, een van de dingen is, dus voor zover ze wel onze traditionele doelgroepen zijn, dat het te maken zou kunnen hebben met het afbouwen van de intramurale opvang voor GGZ-cliënten. Het zou ook te maken kunnen hebben dus dat de bevolking ouder wordt en dat psychogeriatrische problematiek een rol zou kunnen spelen. Maar in ieder geval op dit moment, we weten het niet. We hebben geen precies beeld van welke doelgroepen dat nou zijn en hoe we dat moeten duiden, dus waar die vandaan komen. Dus de eerste vraag aan jullie is: maak een analyse van de achtergronden van de verwaarde personenproblematiek. Waar komen ze vandaan? Uit welke deelgroepen bestaan ze? Gebruik hiervoor het D-STEP-model. Twee. Ontwikkel beleidsvoorstellen voor Vivendrum om met deze problematiek om te gaan. Specifiek de vragen: hoe kunnen wij mensen identificeren en weren die niet thuishoren bij onze doelgroep, waar wij dus ook geen passende opvang voor hebben, die misschien in een gevangenis thuishoren of in een dakloze opvang. Of in een verslaafde opvang, in ieder geval niet bij ons, waar wij ook geen financiering voor krijgen en die ons door netwerkpartners, die er zelf ook geen raad mee weten, gewoon worden aangeboden zonder dat wij daar fatsoenlijk mee kunnen omgaan. Dus vraag 2, dus bullet 1, hoe kunnen wij die mensen die niet bij ons thuis horen weren? En wat moeten we dan daar wel mee doen? Is het juridisch toegestaan om gewoon te zeggen we nemen ze niet op, om het probleem ergens anders neer te leggen? Bullet 2, hoe kunnen wij mensen die wel bij onze doelgroep horen in onze instellingen beter en ook veiliger voor het personeel bedienen?
Er zijn een aantal incidenten geweest. Onze interne huisvesting is vaak ook niet geschikt om mensen op te vangen die mogelijkerwijs een veiligheidsrisico vormen voor ons personeel. En een van de problemen is dan dat we dat vaak ook gewoon niet weten. De derde plaats hier, wat kunnen wij doen aan preventie? Er is vaak eerder in die zorgketen had er al iets kunnen gebeuren, bijvoorbeeld meer samenwerking met huisartsen, et cetera, om dat gedeelte van die mensen die dan in de crisisopvang worden aangeboden, om die al eerder te signaleren. Dat gedeelte dat wel tot de GGZ-doelgroep hoort, om die eerder al te signaleren, zodat wij aan preventie kunnen doen, zodat het niet zo ver komt. Dat zou eigenlijk het mooiste zijn, als het helemaal niet zo ver komt dat die mensen bij ons in de crisisopvang worden aangeboden. En welke partners zijn daarbij dan relevant? Deel 3 van de opdracht: maak een implementatievoorstel voor Vivendrum voor de voorgestelde beleidsmaatregelen. Gebruik daarbij dat model van verandermanagement van de Kaluwe. En dat geheel wordt dan geacht, dat moeten jullie presenteren aan het college van bestuur. Maximaal 15 minuten, dat doen we via Teams. En jullie maken een analyse, beleidsvoorstellen, of jullie presenteren die analyse van waar komen die mensen vandaan, jullie beleidsvoorstellen en het verandervoorstel. De bedoeling is dat iedereen, dus alle 4 de personen of 3 personen, afhankelijk van in welk MT je zit, daaraan deelnemen. Na die 15 minuten is er nog een minuutje of 10 dat er vragen worden gesteld. Het kan ook al dat er vragen worden gesteld binnen die 15 minuten. En ja, per presentatie is er 30 minuten uitgetrokken en dan krijgen jullie ook in ieder geval feedback. Nog geen definitieve beoordeling, die volgt pas als alle groepen zijn geweest. Nog even kort die zaken langsgaan, dus de eerste achtergronden. Hier zouden jullie kunnen beginnen bij de Zuidbibliotheek. Als je hier kijkt naar dit hier, de doorzoek informatiebronnen Zuid, als je daar intikt LexisNexis, dan kom je op een website waar wij als Zuidbibliotheek een abonnement op hebben. Daar kun je krantenartikels kun je daar vinden. Als je snel iets wil weten over zo'n actuele problematiek, dan is het vaak handig om te beginnen bij kranten. In kranten vind je ook weer doorverwijzingen naar andere bronnen. Dus het loont om altijd eerst een scan te maken van kranten. Een van de bronnen die je ook kunt gebruiken als het gaat over waar komen die doelgroepen nou vandaan, is het CBS. Er zijn in het verleden al presentaties geweest waar hele goede bronnen die via het CBS werden gevonden, waarin ik die heb gezien. Onder andere met precieze aantallen en ook uitsplitsing naar doelgroepen van mensen die zo'n E33-melding kregen. Ook geografisch. Dus echt heel nuttige informatie kun je daar vinden. Het SCP, die hebben ook dat soort studies. Daar zou je ook kunnen zoeken voor dit soort kwesties. HBO-scripties over die materie, die zou je kunnen zoeken op de HBO-kennisbank. Dan die D-step als het gaat over de D van demografisch, dus dat de bevolking ouder wordt, was al een van de dingen die je zou kunnen vermoeden dat het daarmee samenhangt. We hadden graag dat je uitzoekt in hoeverre dat waarschijnlijk is dat het daaraan ligt. Ook multicultureler, want een van de problemen met mensen bijvoorbeeld van een islamitische achtergrond is dat die vaak de reguliere GGZ niet bezoeken. En die komen dan dus pas binnen als het echt helemaal niet meer gaat. En dan ook weer in de vorm van zo'n verwaarde personenmelding. En vaak dus gebracht door de politie. Hier zien jullie die andere D-step-factoren. Economisch bijvoorbeeld staat een vraagteken. Heeft het iets te maken met armoedeproblematiek?
Zou het te maken kunnen, zijn die mensen met name ook mensen die economisch in de problemen zitten? Sociaal-cultureel, we hadden het al gehad over de culturele achtergronden. Qua techniek zou bijvoorbeeld e-health, als het gaat over jullie beleidsvoorstellen, zou dat iets kunnen helpen in de sfeer van preventie? Ja, ecologisch zal het waarschijnlijk weinig mee te maken hebben. Politiek, wat zijn de invloeden van allerhande politieke besluitvorming op het verschijnsel dat we nou die doelgroep zo in steeds grotere getalen bij ons zien? Deel 2, beleidsvoorstellen. Ja, ik heb net al die drie onderdelen hier heb ik al kort de revue laten passeren. Er is, en die vinden jullie hier, een zogenaamd schakelteam omgang met verwaarde personen is geïnstalleerd. Die hebben ook een tussenrapportage gemaakt. Ik heb zelf niet meer gezocht of daar nog nieuwe documenten zijn. Maar die kwamen al bijvoorbeeld met 9 bouwstenen, zoals ze dat zelf noemen, voor een beleid. Van ja, hoe daarmee om te gaan. En triage, dat betekent bekijken welk vlees je in de kuip hebt. Reeds op straat. Dus kijken van moet hij naar de daklozenopvang, moet hij naar de politie, moet hij naar een verslavingszorginstelling. Of is dat een geestelijke gezondheid cliënt? Dat reeds op straat zou gebeuren. Dat is een van die bouwstenen of een van de adviezen van dat schakelteam. Dus ik zou jullie hier aanraden, bekijk dat rapport. Er staat een heleboel nuttige informatie in. Hier zien we een aantal ketenpartners. Jullie zien dat noemen ze bij Social Work de sociale kaart, dat er echt een heleboel partijen betrokken zijn bij deze problematiek. En zeker als je iets wil doen in preventie en ook in zorgen dat die niet bij ons binnenkomen als ze niet bij ons horen, heb je samenwerking met deze instellingen heb je nodig om, ja, wat moet je er dan wel mee? Implementatievoorstel, jouw beleidsvoorstellen, die behelzen waarschijnlijk dus veranderingen. Gebruik dat model van de KLW, dat al een aantal keren in de studie aan de orde is geweest, om dat te stroomlijnen. Welke partijen moeten we mee gaan onderhandelen? Wil je een stappenplan? Moet er iets gemotiveerd worden, intern of intrinsieke motivatie of extrinsieke? Moet er iets geleerd worden? Zo ja, hoe dan? Hoe wil je dat vormgeven? En wetdruk, zijn er nu reeds initiatieven waarbij we kunnen aansluiten als Vivendrum? Dus ja, wetdruk betekent van, nou, probeer vooral ook de hotspots van innovatie die er nu al zijn, om die op te sporen en daarbij aan te sluiten. Het laatste wat ik jullie wil laten zien voor zo'n plan van aanpak, je kunt ook gecombineerd hebben, dus die kleuren van de KLW. En hier zie je een voorbeeld, initiatieffase is het van contact te zoeken met die andere stakeholders en bekijken of je daar overeenstemming mee kunt bereiken voor een gezamenlijk project. Definitiefase, ja, wat gaan we nou precies wel of wat gaan we niet proberen op te lossen? Ontwerpfase, dan moet er samen iets geleerd worden. Hoe wil je dat gaan aanpakken? Daar komt uiteindelijk een ontwerp uit. Ja, dat is vergelijkbaar met bijvoorbeeld die 9 bouwstenen van het schakelteam. Dan dat ontwerp uitrollen, dan wordt het echt een project. En tot slot evaluatie en nazorgfase. Dan ga je dat ook echt doorvertalen in bijvoorbeeld personeelsbeleid van een of andere organisatie. Dit is een schabloon dus over hoe je dat implementatieplan, hoe je dat zou kunnen opzetten. Je kunt ook een ander schabloon kiezen, afhankelijk van welke voorstellen je in die vorige fase nou hebt gemaakt, hier over welke beleidsvoorstellen het gaat. Tot zover de toelichting op kernpunt 2, omgang met verwaarde personen. Er zijn spreekuren ingeroosterd via Teams. En daar kunnen jullie mij verder gerichte vragen stellen als jullie die hebben over hoe dit aan te pakken. Komen niet met ongerichte vragen. Hè. Je moet wel zelf van tevoren iets gedaan hebben. Tot ziens, misschien bij de spreekuren.